Hallootjes en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hobby Bob. Ik ben Bob en ik ben op zoek naar een nieuwe hobby. Want mijn kantoorbaan, daar vind ik toch eigenlijk niet zoveel aan. De vorige keer was ik bij de bijtjes op bezoek, maar dat vond ik toch wel een beetje eng. Vandaag ben ik bij de grote witte keeshond en ze hebben net een nieuw nestje gekregen. Dus ik ben benieuwd, want ja, met puppy's kan niet veel misgaan. Toch? Nou, ik zie dat u een prachtige pup op schoot heeft. Kunt u mij vertellen, wat voor ras is dit? Dat is de grote witte kees. Het is heel zeldzaam, het is van oorsprong. Is het een Nederlands ras? En hij komt bijna niet meer voor. Er zijn nog twee fokkers in heel Nederland. Dat zijn wij en eentje bij Eindhoven. Ja, en dat is eigenlijk, het is zonde, want het is een rashond wat heel goed bij kinderen kent, ook als hulphond. En ja, een hond waar je weinig tijd voor nodig hebt. Je bent niet verplicht om uit te laten. Het is een echte terreinhond, een waakhond. Nou, het is eigenlijk dan best raar dat hij nog maar zo weinig voorkomt. Waar denkt u dat het aan ligt? De hond is eigenlijk door Nederland en door Raad van Beheer of anderen die erachter gezeten hebben, is hij eigenlijk verkocht in de tijd aan Duitsland. Omdat in Duitsland waren er zogezegd nog veel keeshonden. Maar er zijn er wel, maar dat zijn de grijze kees. En dan had je nog de zwarte, die is helemaal weggedaan al. Ja. En de bruine, die is ook zo goed als helemaal weg. En dat is heel jammer. En nou willen ze graag terug hebben, maar ja, er zijn er nog een paar van de witte. En dan willen ze wel gaan laten kruisen. Maar daar ben ik op tegen. Want als je de grijze kees hond neemt, daar komt veel epilepsie in voor. Dus dat wil ik niet bij de witte erin hebben. U fokt deze honden dus. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe dat in zijn werk gaat? Je moet zorgen voor de goede bloedlijn. Ik heb ook mijn eigen dekkeru. Die hebben we ook in Oost-Duitsland hebben die gekocht. En daar kijk je dus via de databank of de combinatie goed is. Dat moet je zoeken. Dat doe je samen met je rasvereniging. En dan ga je kijken van hoe of wat. Dat, ja. En als dan de teef loopt is, dan ga je kijken wanneer de teef er rijp voor is. En dat is meestal met 12, 13 dagen. Ja, en dan bepaalt de reu wel wanneer het tijd is. Nou, jullie hebben er nu hier een stuk of 6 rondlopen. Wat gaat er eigenlijk met deze puppy's gebeuren? Die worden verkocht. Nou, nieuw eigen. En ik hoop dus dat ze dus op een adres terechtkomen, waar ze dus ook als hulphond kunnen gaan functioneren. Of dat die mensen er ook bij de show op gaan om te laten zien wat een mooie hond het is. Want het is voor ons is straks afgelopen het fokken. En dat toch iemand weer is die het streepje overneemt, dat het ras niet verloren gaat. Want dat zou zo jammer zijn. Geven jullie de pups zelf ook al namen? Ja, dat, we moeten we hebben de kopers die krijgen zoveel dagen de tijd om zelf een naam uit te zoeken. Die dame daar, die is ook inderdaad heb een vaste naam van de eigenaren. Die heet Lana. En anders moeten we zelf een naam verzinnen. En dan komt op de stambomen te staan. Hey, normaal doe je de bekje ook open. Hè? En dan zeg je piep, piep, piep. En dan zeg je piep, piep. Hallo Lana. Lana, zeg maar wat. Het is niet zo spraakzaam op momenten. Nee, momenteel heeft ze zoiets van. Ik denk dat ze cameravrees heeft, denk dat ik. Dat kan ook wel, ja. Jullie hebben er nu 2 vast. Kunnen jullie ze nou eigenlijk makkelijk uit elkaar halen? Want ik zie het verschil niet tussen de 2. Oh, we hebben, kijk, je ziet het misschien hier. Dat is nagellak. Okay. Daar hou ik ze mee uit elkaar. Dit is ook Lana. Dat is een meisje. Je hebt een rood stipje. Je hebt een rood stipje op kop. Hebben de heren dan ook ergens een blauw stipje? Ja, de heren hebben daar een blauw stipje op de kont.
En dus jullie moeten eigenlijk ook wel herkenningspunten aan ze brengen om ze uit elkaar te halen. Nou, je zit niet uit elkaar, want ja, ze staan al geregistreerd bij de Raad van Beheer. En die komen natuurlijk en die voor te chippen. En die zeggen gelijk keihard, die zijn 5 of 10 minuten hier binnen. En dan zeggen ze de namen en heb jij de goede te geven. Hoe oud wordt zo'n hond eigenlijk? Tussen de 13 en de 15 jaar ongeveer. Of tussen de 10 en de 12. Ligt er aan, maar dat is wel de doorsnee leeftijd. Dat is toch wel, toch wel een redelijke leeftijd. Ja. Hoe vaak hebben jullie eigen nestje? Dat is al wisselend. Het kan één keer in de 2 jaar zijn. Je kan per hond, moet je dat rekenen. En als je één hond hebt, moederhond hebt, die kan 4 nestjes krijgen over de hele leven. En dan zit er ongeveer 1,5 tot 2 jaar tussen. Ja. En dat kan ook meer zijn natuurlijk, want ja, ze kunnen leeg blijven. En dan is het zomaar een hele dekking dat je verder gaat weer. En ja, ik kan me voorstellen dat jullie heel veel tijd mee kwijt zijn zomaar uit het fokprogramma. Hebben jullie ook nog wel tijd om weg te gaan of andere dingen te ondernemen? Eigenlijk niet, nee. Je komt tijd tekort. Het is eigenlijk een 24/7 job. Ja, eigenlijk wel. 24 uur per dag ben je ermee bezig. Zeker in het begin. Wat kost zo'n pup als ik die bij jullie wil kopen? Of is dat, verschilt dat? Of? Nou, dat is, deze pups die kost op dit moment €1,250. En het is een hobby die een heleboel oplevert. Want wat je aan liefde krijgt van die pups, dat is niet te betalen. Dus echt uit liefde voor de hond? Ja, uit liefde voor de hond, 100%. Daar moet je het voor doen. Nou, lijkt me dat een mooi moment om daarmee af te sluiten. Ja, dat is zeer zeker. Dank jullie wel. Wat een lieve mensen. Ze hebben zoveel liefde open voor deze kleine diertjes. Echt ongelooflijk. En wat zijn ze schattig, hè? Die kleine puppies. Ja, ik denk als ik deze hobby zou hebben, dan ben ik bang dat ik ze allemaal hou en gewoon geen enkele pup weg zal doen. Ja, dan heb ik er dadelijk 30. En dan kan ik denk ik niet meer voor ze zorgen. Misschien toch op zoek gaan naar een andere hobby. Weet jij nou een leuke hobby van mij die 1 keer uit moet proberen? Mail dan even naar de omroep. Adres staat hieronder in beeld. En wie weet, kom ik dan wel bij jou langs.